Goedemiddag, dokter Roelens. Misschien een korte introductie voor de luisteraars die u niet kennen. U bent historicus verbonden aan de UGent en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uw onderzoeksveld ligt voornamelijk binnen de gendergeschiedenis en onderzoek naar seksualiteit in de middeleeuwen. Studenten in Leuven kennen u misschien van het vak inleiding tot het historisch onderzoek. Eerst en vooral, hoe gaat het met u? Wat houdt u tegenwoordig zoal bezig? Dankjewel voor die mooie inleiding. Het gaat vandaag heel goed met mij, want ik ben eigenlijk blij dat de Leuvense studenten de weg nog naar mij gevonden hebben. Ook al omdat, en dat klinkt nu wat cliché, maar ik vond dat vak, inleiding tot historisch onderzoek, een van de leukste leservaringen tot nu toe, omdat... dat is toch een van de belangrijkste vaardigheden die je studenten kunt bijbrengen. Hè? Zo dat kritisch kijken en persoonlijk nadenken. Je hebt ook heel veel mensen die niet graag voor een grote groep staan, maar dat ligt misschien aan mijn ego. Ik doe dat net wel heel graag. Dat is een beetje het theatertje spelen. Hè? Dus ik heb hier altijd zeer graag lesgegeven, dus ik ben blij dat ik nog een keer terug ben. En voor de rest gaat het wel goed, denk ik. Corona blijft wel voor wat uitdagingen zorgen. Zoals je zei, ik geef in Nijmegen les, maar dat is heel vaak hybride, omdat... ik zit vaak achter mijn laptop, dus ik heb niet het gevoel dat ik er al heel veel nieuwe collega's leren kennen heb of zo. Maar voor de rest gaat het wel prima met mij, denk ik, ondanks alles. Dus, ja. Uw onderzoeksdomein spitst zich vooral toe op gendergeschiedenis en geschiedenis van seksualiteit. Eigenlijk een heel hip thema tegenwoordig. Wat houdt uw onderzoeksdomein juist in en waarom is het de dag van vandaag juist zo belangrijk? Ja, ik denk dat je gelijk hebt, hè. Als je zegt dat gendergeschiedenis en die thema's heel actueel zijn, dat thema's zijn die ook studenten weten bezig te houden. En dat is natuurlijk zeer boeiend, dat zorgt ook wel voor wat uitdagingen, maar ik denk dat dat logisch is dat we als historici ook constant nieuwe vragen aan het verleden stellen. Hè. We worden natuurlijk gevormd door wat er in onze eigen samenleving gebeurt en dan kijk je met een nieuwe blik op die bronnen uit dat verleden. En ik denk dat dat zeer nuttig is ook, dat dat heel belangrijk is dat we ons die vragen zijn gaan stellen. Want ja, natuurlijk, het historisch veld komt van een louter mannelijk gedomineerd veld, waarin we de grote namen hadden die de grote gebeurtenissen bestuderen. Vandaag zijn we daarvan aan het afstappen, gelukkig, en ik denk dat dat een veel rijker plaatje oplevert, een veel genuanceerder beeld. Dus ik hoop dat studenten er ook geboeid door blijven en ook in hun eigen onderzoek, zij het in hun masterscripties of in hun bachelorpapers, dat soort thema's ook blijven uitspitten. Hè. Ik denk dat daar nog heel boeiende resultaten uit gaan voortkomen. Bent u akkoord met critici die stellen dat gendergeschiedenis een te activistische vorm van onderzoek is? Ja, dat is heel genuanceerd, hè, omdat het is belangrijk, denk ik, om te weten waar die genderstudies vandaan komen. En het is eigenlijk al van in het prille begin wel een veld geweest dat vrij activistisch is van oorsprong. Je ziet het al in de jaren 60, hè, dan heb je die vrouwenstudies die heel terecht, hè, zoals ik daarnet zei, ingaan tegen die grote mannelijke dominantie van dat veld en die zich afvragen, maar waar zijn die vrouwen in het verleden? En dan heb je de boutade van where's her story in plaats van his story. Dus daar zit een zekere link in tussen academia en activisme. Je wil de maatschappij veranderen door wetenschappelijke inzichten. En ik denk dat dat ook echt een taak is van academici om uit die ivoren toren te komen en om zich te mengen in het maatschappelijk debat. Dus in die zin denk ik dat er... Ja, dat men niet te bang moet zijn voor een zekere overlap tussen activisme en wetenschap. Zij dat je natuurlijk je niet mag laten leiden door activistische doelstellingen. Je moet natuurlijk wel een zekere objectiviteit handhaven. En dat zie je vandaag de dag, zeker ook in die genderstudies. Het idee leeft inderdaad dat men daar bevooroordeeld zou zijn en te activistisch is. En dat wordt dan vaak tegengeworpen. Dat is geen makkelijke situatie. Ik denk, zolang je probeert aan die objectiviteit hoog te houden, dat dat eigenlijk geen kwaad kan. Omdat je natuurlijk... Ik vind dat academici zich niet in een vacuüm mogen... dat onderzoek zich niet in een vacuüm mag afspelen, maar ook echt impact kan hebben op die maatschappij. Maar je mag dan ook natuurlijk niet bang zijn om bepaalde beelden die leven in die samenleving, om die onderuit te halen. Ik ga een klein voorbeeldje geven uit mijn eigen métier of expertise, de geschiedenis van homoseksualiteit. Eeuwenlang is het zo geweest dat relaties tussen mannen, dat die gestoeld waren op een soort leeftijdsverhouding, waarbij dan een oudere man had met een jongere partner en die jongere partner was dan de passieve partner die gepenetreerd werd. We hebben het daar vandaag de dag enorm moeilijk mee, omdat we natuurlijk verschuivende beelden hebben over seksualiteit en dat wordt dan heel vaak geassocieerd met kindermisbruik en pedofilie. Maar als je dan als historicus voor dat soort bronnenmateriaal staat en daarmee geconfronteerd wordt, kun je dat natuurlijk niet ook zomaar onder de mat vegen. Dus je kunt
onderzoek gebruiken om bepaalde maatschappelijke doelgroepen te bedienen en emancipatie teweeg te brengen. Maar je kunt ook niet zomaar gaan cherrypicken en de leuke elementjes uithalen die jou dan kunnen dienen en de rest niet gebruiken. Dus ja, ik snap de beschuldiging of het gevaar wel van activisme. Maar dat mag ons zeker niet laten weerhouden om stelling in te nemen in de maatschappij. Omdat, ja, zeker vandaag de dag, hè, het niveau van toogpraat die overal op social media uitgesmeerd wordt en zeker experts en wetenschappers zijn vaak kop van jut, dat kan intimiderend klinken. Maar dat mag ons zeker niet laten tegenhouden. Bijvoorbeeld zelf krijg ik soms ook bagger over mij als ik eens een opiniestuk in de krant schrijf of zo. Dan zie je op die social media, ja, tuurlijk schrijft hij dat. Heb je zijn kapsel alles bekeken? Hè? Dus arm Vlaanderen, hè? Dat soort quotes passeren dan. Dus ik kan, ja, academici worden daarmee geconfronteerd. Maar ik denk dat het alleen maar goed is als experts zich laten gelden en hun kennis delen met de mensen. Dus die spanning is er, maar ja. En misschien meer dan in andere velden, dat geef ik grif toe, maar dat is net omdat gender zo'n maatschappelijk heet hangijzer is. En dat maakt het dus relevanter om die expertise ook gewoon te delen met het brede publiek. In uw onderzoek gebruikt u vaak de term sodomie eerder dan homoseksualiteit. Kan u uitleggen waarom? Ja, dat is een klein beetje ook wat ik bedoel met die dat spanning tussen academische en dat activistische. Het is heel belangrijk als je onderzoek doet naar seksualiteit, naar identiteit en naar oriëntatie, dat je de juiste terminologie gebruikt. En ik moet zeggen dat dat voor mij als studententijds, want ik ben al sinds mijn bachelorpaper met dat thema bezig, dat dat ook een soort ontwikkeling was. Want je denkt in het begin als student, ik identificeer mezelf ook als homoseksuele man. Ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt aan mijn studenten. Maar als je dat dus over begint te lezen, over hoe zit dat dan in het verleden, dan denk je van, ja, maar ik ben homo, dus uiteraard bestonden er in het verleden ook homo's. Hè? En dan ga je op zoek naar de grote namen. Een Michelangelo blijkt ook homo te zijn, volgens bepaalde online websites en zo. Maar eigenlijk ligt het veel genuanceerder en veel complexer dan dat. Waarom gebruik ik in mijn publicaties geen homoseksualiteit, maar wel sodomie? Dat is omdat het hele idee dat je een bewuste seksuele oriëntatie hebt, die je identiteit mee vormgeeft, dat is een zeer recente notie in ons westers denken. En in de periode die ik bestudeer, de late middeleeuwen, vroege moderniteit, deelt men mensen niet op basis van hun oriëntatie. Dan heb je niet zoiets als holibies en heteroseksuelen. Je hebt seksualiteit en dat is een individuele keuze om natuurlijke, normale, tussen aanhalingstekens, seksualiteit te plegen of tegen natuurlijke handelingen te doen. En sodomie is een breed containerbegrip, hè, die eigenlijk een bijbelse connotatie heeft en die bedoeld is om te verwijzen naar allerlei seksuele handelingen die niet op voortplanting gericht zijn. En daar valt veel meer onder dan wat wij vandaag onder homoseksualiteit begrijpen. Dat is ook masturbatie, dat is ook kindermisbruik, dat is ook bestialiteit. Dus je ziet dat die mentaliteiten daar rond enorm evolueren. En ik denk, als je dat aantoont, of als je dat wil aantonen, dan moet je ook echt expliciet die begrippen hanteren. Dat is historisch besef en dat vind ik zo belangrijk om te delen, zowel met studenten als met het publiek. En om bijvoorbeeld ook nog een keer terug te komen op dat academische en dat activistische. Als ik in discussie ga met studenten over meningen van vandaag de dag, dit kan toch niet, en dan gaat het over de hashtag MeToo-debatten en woke-discussies. En dan vind ik dat heel interessant wat zij altijd te vertellen hebben, maar dan zeg ik wel altijd, wees je ervan bewust, lieve vrienden, dat deze mening, deze attitudes, ook niet de ultieme waarheid zijn en ook niet noodzakelijk in steen gebeiteld staan. Want over 100 jaar zullen jullie meningen ook weer geanalyseerd worden door historici en zeggen van, kijk, dat is een typisch 21ste eeuwse attitude. En ik illustreer dat dan met een videofragmentje uit een Nederlands praatprogramma, een soort De Zevende Dag, maar dan een Nederlandse variant uit de jaren 70. Waarin het gaat over, kijk, we hebben die seksuele revolutie gehad, hè, we hebben de pil, seksualiteit is veel vrijer, homoseksualiteit kan. De volgende stap die daar geponeerd wordt is, ook pedofielen moeten bevrijd worden. En dan heb je dus de presentator die heel serieus met een pedoseksueel aan het praten is en die man vertelt over dingen die hij gedaan heeft met kinderen. Niemand in dat publiek lijkt dat raar te vinden, want dat is de tijdsgeest. Moet kunnen. Hè. Dan vraag ik aan studenten, wie voelt zich ongemakkelijk bij het zien van die beelden? Dan gaan al die handen omhoog. En dan zeg ik, kijk, zoveel jaar geleden was dat dus het ding van toen. Nu zijn we weer geëvolueerd. Dat toont aan dat
identiteiten, identiteitsvorming, seksualiteit, dat dat een heel fluïde ding is en dat dat constant evolueert. En dus moeten we de terminologie van die tijd hanteren. Om terug te komen op die sodomie, toen ik dus voor het eerst in mijn doctoraat een soort database maakte van gevallen die ik in juridische bronnen tegenkwam, zat ik een beetje in dubio de eerste keer dat ik een man tegenkwam die kindermisbruik gepleegd had. En toen dacht ik, oeh, maar ik wil onderzoek doen naar homoseksualiteit, weet je nog, moet ik die opnemen in mijn database? En toen heb ik gezegd, ja, want je doet onderzoek naar sodomie en dat is het, ja, het framework, dat is het mentale kader die men hanteert, dus dat moet je ook opnemen. En soms krijg je daar wel ook reacties op als je een publiekslezing geeft of je introduceert dat thema voor het eerst. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, en dat zullen jullie als geen ander weten als geschiedenisstudenten, dat die historische context zo belangrijk is. En daarom moet je aantonen hoe zijn we van dat begrip sodomie gekomen naar het hedendaagse begrip homoseksualiteit. Omdat ook daar heeft het geen eeuwigheidswaarde, hè? Toen dat het begrip homoseksualiteit geïntroduceerd werd, had je ook geen tweedeling hetero-homo. Je had 10, 20, 30 categorieën. De hetero, de homo, de pervert, de invert, de uranist, de weet ik veel wat. Dus dat idee dat we dat nu zo binair bekijken, heeft volgens mij ook gewoon, is ook maar een fase in die ontwikkeling. Dus we gaan zien waar we over 200 jaar uitkomen natuurlijk. Hè. Merkt u in uw onderzoek naar de late middeleeuwen en de vroege moderne tijd dat er een verschil is tussen de veroordeling bij sodomie bij mannen en bij vrouwen? Ja, en dat is eigenlijk wel bijzonder, omdat ik heb uiteraard onderzoek gedaan naar onze regio, de zuidelijke Nederlanden, en daar vind je wel opmerkelijke verschillen als je dan kijkt naar de rest van Europa. Waar het in andere delen van Europa zo is dat vrouwen een beetje buiten schot blijven of buiten beschouwing gelaten worden, omdat dat toch geen echte seksualiteit is. Het idee leeft dat seks iets heel fallocentrisch is. En dat is plat gezegd, excuseer voor de pardon my French, maar dat is een penis en een vagina, dat is penetratie. En iets anders valt buiten echte seksualiteitsbeleving. Dus het idee van twee vrouwen samen, dat is voor de gemiddelde middeleeuwer heel onbevattelijk. Bijkomend voordeel daarvan is dat juristen, theologen dat eigenlijk een beetje negeren, daar niet over schrijven en dat heel veel van die vrouwen buiten de mazen van het net vallen, niet vervolgd worden. In de Nederlanden is dat anders. Er leeft een veel breder begrip op vlak van sodomie en de bereidwilligheid om dat te vervolgen. En zien we dat vrouwen ook vaker op die brandstapel, want dat is de straf die dan gegeven wordt, dat die daarop eindigen. En dat zegt iets over die vervolgingsbereidheid die bij ons zeer hoog ligt. Iedereen in de samenleving kent de Spaanse Inquisitie en heeft er een zeer uitgesproken beeld over. Maar die mortaliteitscijfers, dus de aantal personen die geëxecuteerd worden, die liggen echt stukken lager. In het Vlaanderen, in Brabant van die tijd, ligt dat op 60% gemiddeld. In die Spaanse Inquisitie komt dat zelden boven de 10% uit. Dus dat toont wel iets aan. Hè? Dus als regio zijn we vrij uniek daarin. En dus ook in die vervolging van vrouwen. En dat is ja, een klein beetje een paradoxale illustratie van de goede positie die vrouwen in de Nederlanden hadden. Jullie professor Jelle Hamers heeft er ook veel over geschreven, over die bewegingsvrijheid, over de mogelijkheden van vrouwen. De keerzijde van de medaille is dat wie iets fout doet, ook vaker zichtbaar is en dus vaker verantwoordelijk geacht wordt voor die daden. En dat zien we dus ook in die vervolging van seksualiteit. Wat zijn de grootste uitdagingen voor onderzoek naar homoseksualiteit? Merkt u dat er nog veel taboe is rond het onderwerp? Taboe? Ik ga een kleine anekdote geven die zeer leuvensgericht is. Ik weet niet of dat mag, maar een van mijn eerste publicaties die was samen met professor Van der Stichelen, Katlijne Van der Stichelen van de kunstwetenschappen. En wij schreven een hoofdstuk over Hieronymus Dukenwa, een beeldhouwer die van sodomie beticht werd. En zij werd daar destijds door collega's op aangesproken van, Katlijne, ga je daarover schrijven? Ga je je reputatie toch niet te grabbel gooien met zo'n thema? En toen werd er in Gent gelachen van, ja, dat is typisch die Leuvense collega's. Hè. Maar ondertussen denk ik dat ook Leuven wel wat verder geëvolueerd is, want ze hebben mij toch niet tegengehouden om hier les te geven. Maar dat soort clichés leeft wel. Ik weet nog heel goed, toen ik op congres ging als doctoraatstudent en je doet zo'n rondje voorstelling en je vertelt je thema. Ah, ik doe over dit economisch thema, ik de politiek van dit en dat. En dan op het einde van de rit, ik doe sodomie. En dan krijg je heel vaak de reactie, grappig. En dan denk ik, ja, van mij mogen dat grappig vinden, maar waarom eigenlijk? Hè? Dus dat leeft wel nog wat in academische kringen. In die zin dat ik me ook heel vaak de
soms de neiging had om mij te verantwoorden. Of van, ja, maar ik doe dat hier wel neutraal. Oké, ja, ik ben zelf een homoman, maar ik ben niet op zoek naar regenboogvlaggen in het archief of zo. Hè. Dus je moet, ik had wel heel vaak de neiging om mij daarvoor te verantwoorden. Maar los van dat soort taboes, denk ik dat de uitdagingen gewoon bronnenmateriaal zijn. Hè. Want die taboes waren in het verleden natuurlijk veel groter dan vandaag. Dus je moet echt keihard zoeken naar zaken en gevallen. Zeker in de juridische bronnen. Het is niet zo dat daar in het gemiddelde stads- of rijksarchief een schoendoos met sodomie op staat en klaar is om te raadplegen. Hè. Dus je moet die wel allemaal analyseren. Dus ja, heel vaak ga je door heel saaie opsommingen van lijstjes met diefstallen en dan zijn dat heel banale zaken die breed uitgesmeerd worden. Maar als je dan bij een sodomiegeval komt, dan is het, op die datum hebben we persoon X verbrand wegens sodomie. Het heeft ons zoveel gekost. Hup, naar de volgende zaak. En dan, ja, je weet niet, hoe oud is die man? Is dan een recidivist? Wat heeft hij precies gedaan? Want sodomie is een heel breed begrip. Dus dat is de uitdaging, hè. Met een heel klein, met snippertjes informatie toch een verhaal proberen vertellen. Dat blijft het moeilijkste aan dit soort onderzoek. Ik droom van eens een dagboek of persoonlijke brieven, maar natuurlijk als je weet dat de brandstapel je boven het hoofd hangt, dan ga je je liefdesleven niet aan het papier toevertrouwen. Dus het is echt tussen de regels op zoek gaan naar. Dat blijft een uitdaging, niet enkel voor die late middeleeuwsperiode, ook voor later periodes. Maar er valt volgens mij nog heel wat te vertellen, heel wat te doen. Dus nog genoeg. Nog genoeg gerief onontgonnen in het archief, denk ik, op dat vlak. We hebben ook enkele vragen van studenten ontvangen. De eerste vraag. Wanneer en door wie of door wat werd uw interesse in dit onderzoeksveld juist geprikkeld? En bent u al sinds het begin van uw carrière met deze domeinen bezig? Ik denk dat mijn antwoord heel geruststellend zal zijn voor een aantal, of voor een specifiek soort studenten. Ik ben bij dit thema beland door uitstelgedrag. Toen ik zelf mijn bachelorpaper moest schrijven in het derde jaar, ja, was ik met van allerlei andere zaken bezig. Ik ben zo'n voormalige plattelandsjongen die plots gedropt werd in de stad, dus ik zat te veel op café wellicht. En plots moest er een thema ingediend worden voor de bachelorpaper en ik had niets. En de avond ervoor was het blinde paniek en ik had net een boek gekocht, De Jonge van Germaine Greer. En dat is eigenlijk zo'n koffietafelboek met veel mooie afbeeldingen in van kunstwerken. En dat gaat over de schoonheid van jongens door de eeuwen heen. En ik dacht, ik ga zoiets doen. Mijn promotor toen was veel bezig met visuele bronnen. En dat werd dan homoerotiek in de Italiaanse renaissance. En toen bleek dat er eigenlijk veel meer dan van die dwaze koffieboeken over te vinden was. En toen was ik vertrokken. En toen begon ik aan een masterproef, ook bij diezelfde promotor. En ik zei van, kijk, ik zou graag over datzelfde thema blijven werken. Dat kon ook. Toen hebben we wat leuke Gentse casussen gevonden. Onder andere Dine Dukenwa, die dan bij Katlijne uitgemonden is in een publicatie. En toen heb ik gewoon mijn stoute schoenen aangetrokken en die thesis ingediend. En gezegd van, ik zou hier graag verder over werken. Is daar ruimte toe? Waarop Anne-Laure van Brouwane, mijn promotor, zei, rustig, we gaan misschien eerst die thesis een keer lezen voordat we daar een uitspraak over doen. Maar er was toen toevallig een budget en een positie vrij en ik kon er eigenlijk meteen mee starten. Wat dan mij wel het voordeel gaf, in vergelijking met andere doctoraatstudenten, dat ik die materie, of de literatuur althans, wel wat beheerste. Dus dat ik eigenlijk meteen kon starten aan mijn onderzoek. Dus ja, een beetje een vakidioot als je het zo bekijkt. Eigenlijk al jaren met die specifieke thematiek bezig. Via een postdoc-project dat doctoraat kunnen schrijven. En nu ben ik natuurlijk mijn expertise, als je het tussen aanhalingstekens wilt plaatsen, wat aan het uitbreiden, want nu doseer ik gendergeschiedenis aan de UGent en aan de Radboud. Dus nu wordt dat wel wat breder, maar dat blijft nog altijd mijn core. Dus hoe het leven lopen kan, hè, stel genoeg uit en verzin een thema en plots 10 jaar later zijn ze er nog altijd over bezig en zijn ze een podcast met sympathieke studenten aan het maken. Is er een historicus waar u zelf naar opkijkt? Iemand die u echt bewondert? Dat is een moeilijke vraag, want wil je een directe collega in de bloemetjes zetten in het risico om dat mensen te vergeten. Ik denk dat ik toch voor iemand verder ga opteren, om niemand te beledigen, maar het is misschien ook een cliché-naam, hè, maar Natalie Zimmen Davis is zowel een vroegmodernist die ik enorm apprecieer door de manier waarop zij nieuwe bronnen in kaart weet te brengen of nieuwe vragen weet te stellen en ook niet bang is om daar een zeker narratief in te steken. Zij schrijft zeer vlot en zeer verhalend en ik vind dat een beetje een valse tegenstelling tussen het hardcore wetenschappelijke en het populaire die dan zeer verhalend is. Hè. Denk ook aan die recente discussie tussen Bart van Loo van de Bourgondiërs en heel wat vakgenoten. Ik denk dat dat geen zo'n zwart-wit verhaal hoeft te zijn. En dat je ook als gedegen historicus, historica, met de juiste bronnenkennis, met de juiste historische context, dat je ook
vertellend kunt schrijven voor een breed publiek. En zij doet dat onder andere. Ook niet te beroerd om als consulente aan historische films bijvoorbeeld mee te werken en zo. Dus dat vind ik... Ja, die heeft zowel het veld intern enorm vernieuwd, Simon Davis, als dan nog een keer die vertaalslag naar het brede publiek gemaakt. En dat vind ik bijzonder inspirerend. En dat is eigenlijk... Klinkt nu heel egocentrisch of ambitieus, maar dat zijn dingen die ik zelf ook wel een beetje wil doen. En daarmee vergelijk ik me totaal niet met haar, want dat is echt een icoon. Maar ja, ik blijf dan een heel boeiend veld vinden, die vertaalslag ook naar het brede publiek. En tot slot, ziet u in de toekomst een comeback in het lesgeven aan de KU Leuven? Ik ga er uiteraard niemand van de troon stoten, dus de collega's moeten niet panikeren. Maar mocht daar de mogelijkheid toe zijn, zou ik dat zeer graag doen. Hè? Want ik ben daarnet begonnen met te zeggen dat het een van mijn leukste leservaringen ooit was. En ja, kijk, Violet, als je nog eens op sabbatical wil, je meet mij te vinden. Maar ook voor andere vakken laat ik mij altijd, vrij beschikbaar, mocht dat ooit eens lukken. Ik heb dat hier altijd een leuke leservaring gevonden, lesomgeving. De studenten zijn ook zeer gemotiveerd. Dus ja, jullie weten mij te vinden als het nodig is.